Man bij mij aan tafel. Ja, hoeveel jazzfestivaledities heb jij er al op zitten? Harry Kanters, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, 3 jaar geleden vierde ik hier mijn 40-jarig jubileum. Dus ik zit, ja. Het is de 43ste editie. Tellen we even door. Antoine Trommelen, die viert nu zijn 40ste. Die noemde dat de Jazzversary. Jij hebt hem al gehad. Ik heb hem al gehad, ja. Veel gespeeld deze 4 dagen. Ja, het is elke dag wel 2 sets 's middags en 2 sets 's avonds. Dus je blijft goed bezig. En dan zie je er nog zo super relaxed uit. Ja, ja, het voelt van binnen wel anders, hoor. Ja. Ja. Hoe gaat jouw morgen er dan uitzien? Echt zo, jongens, nou, uitslapen? Nee, morgenavond gaan we weer spelen. Oh, kom weer spelen. Ja, ja. 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 Daar blijf je jong bij, hè? Zeker te weten. Ja. Ik zet jou achter een piano neer en dan ben jij volgens mij in basis al een gelukkig mens. Dan gaat het gewoon gelijk recht door, ja. In ieder geval afgelopen donderdag, op vrijdag als ik het goed heb, stond je in het Stedelijk Museum. Ja. En toen samen met ook Michael Varenkamp, trompet en zanger ook, jullie hadden een programma gemaakt met oude en nieuwe stijl New Orleans jazz. Ja, ja, met Michael Varenkamp doe ik eigenlijk elke maand doen we een concert in het Stedelijk Museum. En toen dachten we, nou, dat is natuurlijk wel fantastisch als we dan tijdens het festival, als we dan wat groter uit kunnen pakken. Dus even samen met het festival hebben we dat rondgemaakt. En toen hebben we voor de pauze Old Orleans gedaan. En na de pauze New Orleans. Dus voor de pauze was dan met sousofoon en dubbele drums. Dus een snaardrum, drums en een bassdrum. En verder een complete bezetting met klarinet en trombone. Toen hebben we wat oudere stukjes gedaan. En na de pauze hadden we Harry Emery aan de bas en hadden we Erik Koger aan de drums. En dat is allemaal wel erg stevig. En toen kwam ook Benjamin Herman meedoen. Dus toen gingen we flink los. Ja. Nou, laten we eens eventjes gaan kijken hoe dat eruit zag. Mag jij me zo meteen vertellen of dat het nou nieuwe of oude stijl was? Of kijk even goed mee dat je zelf al een idee hebt en dan kunnen we er een wedje op leggen. Dit is hoe dat het eraan toe ging, vrijdag in het Stedelijk Museum. Ik durf hier wel veilig €20 op in te zetten, Harry. Dit was oude stijl. Dit was traditioneel, inderdaad. Ja. Ja. Maar dan, hè, je noemde net al een Benjamin Herman. Ik denk als je willekeurig op straat vraagt aan iemand, noem eens een Nederlandse saxofonist, dat ze met zijn naam op de proppen komen. Ook een druk bezet man natuurlijk. Dus hij had tijd voor Breda Jazz. Ja, en hij vond het ook heel leuk om door ons uitgenodigd te worden. En hij had zich ook goed voorbereid. We hadden natuurlijk van tevoren hadden wat stukjes naar hem toegestuurd, of wat titels. En daar heeft hij allemaal goed naar gekeken. En het paste er perfect in. Hij deed dat geweldig. Dus het was een feestje. Ja. Maar was er dan echt even pauze zo van, oké, jongens, einde geschiedenisles. Over 10 minuten zijn we terug en dan... Ja, iedereen even een drankje. Mm-hmm. Even kennis maken, want ik had er nooit met Benjamin gespeeld. Dus moest even kennis maken En toen, ja, dan gaat het gelijk goed. Ja. Strak in het pak ook, neem ik aan, hè? Is altijd... Hij wel, hè? Ja, ja, echt. Ja, ik heb ook een, maar bij mij is het toch uit een andere zaak als waar hij hem... Volgens mij pakt hij altijd echt Italiaans, denk ik ook. En warm ook. Dat mijn is ook Italiaans, maar toch gewoon uit de Nederlandse winkel. Je zit ook in de programmaraad voor Breda Jazz. Inderdaad. Wat doe je dan precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wij komen dan al voor in het seizoen komen bij elkaar. Dus we beginnen in september, oktober beginnen we al bij elkaar te komen. En dan we zijn met de programmeur, met Roland Compier, Roland en Ans. En dan Antoine Trommelen, Peter Mingaas en ik. Wij zijn dan in feite een soort adviesgevend orgaan. En we hebben allemaal onze eigen contacten en ideeën. Dus we schrijven dan op wat wij denken wat leuk is voor het komend festival om dan te vragen. En ik heb vrij veel internationale contacten. Dus ik kreeg zo adviezen van een drummer uit Zuid-Frankrijk. Die zei van, je moet deze trombonist nemen. Ah. En ik kreeg wat mensen uit Parijs en die zeiden van, je moet deze drummer uit Denemarken moet je dan nemen. En zij zijn zo ook zelf op het festival geweest, dus ze weten redelijk wat de sfeertje is van Breda. En zo komen we bij elkaar. Ik ken ook
paar mensen van een goede jazzclub in Sassenheim. En die hadden dan weer een band voorgesteld. Zeiden van, dat was bij ons een groot succes. Mm. Dus zo komt het allemaal bij elkaar. Je bent en dan... een soort Breda Jazz Google, ben jij. Ja, ik zit nogal natuurlijk in de wat meer de traditionele hoek. Maar omdat ik natuurlijk goed overzicht heb wat er in Europa gebeurt. Omdat ik veel met die mensen ook speel. En op buitenlandse festival wat mensen tegenkom. En als het dan iets leuks is, dan schrijf ik het ook zelf op. En dan, dan maak je notities. Maak ik notities en dan vraag ik even een kaartje. En dan, als het dan allemaal past, dan zijn ze hier. Ja. Nou, ik wil straks wel een beetje vooruitblikken op het gouden jubileum natuurlijk. Ja. Dus Harry, ik kom ook bij je terug. Met Bart er dan ook nog bij. Er zullen vast ongetwijfeld al ideeën over zijn gemaakt. Breda Nu.